Wel, mensen, we hebben een hele mooie middag hier, denk ik, over MOOCs. De hele middag besteed aan allerlei fantastische presentaties. Inzichtelijk, we hebben veel geleerd tot dat nog toe. En je zou bijna vergeten dat MOOCs voortgekomen zijn uit wat anders. En dat wil ik nog graag even kort adresseren. Het is al een beetje door Robert gesuggereerd en door Frank is daarnaar verwezen. Maar ik wil even een beetje context nog geven, voordat ik doorga met het Europese initiatief. Er was eens, dat is al een decennium lang, ruim 10 jaar geleden, 2001 startte MIT met wat we noemen OpenCourseWare. Is genoemd vanmiddag. In 2002 bedacht UNESCO een term, een bredere term, Open Educational Resources. In 2008 was de Cape Town Declaration, die ging over Open Education. En in 2012, vorig jaar, is de EU gestart met de voorbereiding op een nieuw initiatief dat heet Opening Up Education. Je ziet dus een beweging met allemaal concepten en begrippen die van belang zijn. En nu nog veel langer, moet ik zeggen. Ik kom zelf uit die wereld, al een decennia of 4, als je de start van de Britse EU eventjes als markeringsmoment neemt, 1971, was er zoiets als open learning. Zit in dezelfde familie. En dan komen plotseling in 2011 komen die MOOCs langs. Wat moet je daarmee? En wat is dat nou plotseling? En waarom is dat nou zo interessant? En waarom heeft iedereen daar aandacht voor? Dat is denk ik voldoende aan de orde geweest. Vanmiddag hoef ik niks over te zeggen. Een aantal mensen in de zaal hier zijn zeer actief in de Open Education beweging. En de Nederlandse delegatie die vorig jaar op de jaarlijkse conferentie was van Open Education in Vancouver. Hester was daar, Robert, Willem, Nicolai. Wij constateerden dat op die conferentie, wat een heel belangrijke conferentie is, die al jarenlang plaatsvindt, dat er geen keynote was over MOOCs. Dat was opvallend. Waarom niet? Het antwoord is eigenlijk heel simpel, want de Open Education beweging is een tamelijk zuivere beweging. En zuiverheid betekent dat je kijkt naar voldoende MOOCs eigenlijk wel aan de principes die wij onder Open Education leggen. Als er al wat werd verteld over MOOCs, overigens Robert en ik hebben daar een presentatie over MOOCs gehouden, dat was volgens mij de enige in die conferentie, maar als er al wat werd gezegd over MOOCs, was het een beetje denigrerend. En van ja, god, dat is niet helemaal wat we willen. En natuurlijk, eerlijk gezegd, het is vanmiddag ook al door Robert gezegd, MOOCs zijn niet zo open als je misschien in de open education wereld zou willen. Je kunt ze niet zomaar hergebruiken. Je kunt ze niet aanpassen. Er is in veel gevallen geen Creative Commons license. Het model wat gehanteerd wordt is in veel gevallen tamelijk basic. Maar tegelijkertijd, laten we eerlijk zijn, er is iets op gang gekomen wat bijzonder belangrijk is. En je zou MOOCs kunnen zien als een change agent in de hele beweging van open education. Nou, dat eventjes. Dus mijn pleidooi. Ik zit zelf in die Open Education beweging. Mijn pleidooi is, ga nou niet daar ingewikkeld over doen. Omarmen die handel en doorgaan. Het is ook belangrijk om toch even nog terug te komen op die. Er zijn twee werelden van Open Education eigenlijk, zoals het hier staat. De eerste is de linkerwereld. Dat is de wereld van de open universiteiten, waar ik zelf uitkom. Dat is wat we nu noemen de klassieke, de gevestigde wereld van Open Education. En rechts staat de innovatieve, opkomende wereld van Open Education. Die rechterwereld is al maar 10 jaar oud en met de MOOCs erbij is er een enorme boost gekomen. De linkerwereld is ruim 1,5 eeuw oud. Natuurlijk de Britse EU in 1970 begonnen, maar eigenlijk gaat het al verder terug naar de Universiteit van Zuid-Afrika in de 19e eeuw en de University of London met Correspondence Education. Links zie je dus het woord open ook terugkomen. Het model was open and distance learning. Sinds 2004 noemen we dat eigenlijk lifelong open and flexible learning. Rechts zie je open educational resources en MOOCs. Links zie je OU staan en andere instellingen die aan verwant zijn. En rechts zie je natuurlijk MIT, de OER University, de Peer-to-Peer University, edX, Coursera, noem ze maar op. Dan zie je links allerlei organisaties staan, iets interessants voor vanmiddag. En rechts zie je ook afkortingen staan van organisaties die van belang zijn in die nieuwe wereld. Maar waarom vertel ik dit allemaal? Om een historisch perspectief te bieden voor deze beweging van het rijken, reaching out to many. Dat is eigenlijk wat je doet met MOOCs en wat je ook doet, wat je deed en doet met de open universiteiten.
Ik heb het hier even genoemd, ik had het met José even in de pauze erover. Hoger onderwijs vervelen, José, hier staat het. Dat is het in feite ook, massa bereiken. En als je dan deze twee kolommen naast elkaar ziet staan, dan zie je wat de klassieke wereld eigenlijk altijd heeft willen doen, en nog steeds doet, en wat de nieuwe wereld ook gaat doen, en ook al een tijdje doet. Ik probeer die twee kolommen even naast elkaar te zetten en te vergelijken. Je zou zeggen, het nobele aan de linkerkant is dat natuurlijk dat het rijken naar veel mensen, hoger onderwijs voor velen, staat in de missie en het profiel van alle OU's. En aan de rechterkant zou je kunnen zeggen, de universiteiten die met MOOCs beginnen, het meest nobele doel is dat je graag een dienst wilt verlenen aan de samenleving. Zakelijk bekeken is er ook wat anders aan de hand. Rechts moet je zeggen, er is duidelijk sprake van een marketingbenadering. Er is niks mis mee, maar dat is wel wat er aan de hand is. En links zou je kunnen zeggen, zakelijk gesproken moet je zeggen dat die OU's met hun model natuurlijk uit zijn op vooral doelmatigheid voor grote groepen studenten. De linkerkolom is heel sterk gedreven door de Europese OU's. Daar is eigenlijk het verhaal in belangrijke mate begonnen, maar later nagevolgd in andere delen van de wereld. Rechts zie je dat de initiatieven genomen zijn in de Verenigde Staten door de Ivy League universiteiten. Dan moet ik eerlijk zeggen dat rechts de reputatie van die Ivy League universiteit natuurlijk prima is, maar die heeft niks met onderwijs te maken. Die is vooral gekoppeld aan het sterke onderzoek wat daar plaatsvindt. Het onderwijs van die Ivy League universiteiten is zeker geen toponderwijs. Statement, ja. Links, de OU's staan bekend om een uitstekende reputatie waar het gaat om high quality education. Dus een ander profiel. Rechts zijn de MOOCs ontstaan, links. John Daniel heeft dat als eerste in 1996 dat begrip geïntroduceerd, mega-universiteiten. Dus waar we rechts trots zijn op 160.000 cursisten, zijn we links bezig met 1, 2, 3, 4 miljoen studenten aan universiteiten. En dan moet je denken aan de landen waar die grote aantallen natuurlijk zitten. China, India, Turkije, 1,4 miljoen studenten. Dus de 40% van alle studenten in Turkije studeert aan de Turkse Open Universiteit. En India, Zuid-Afrika, noem ze maar op. Rechts zie je dat er een sterke dominantie is tot nog toe. Vandaag is het allemaal anders. Tot nog toe van de Verenigde Staten en van de Engelse taal die gebruikt wordt. Links zie je natuurlijk allerlei talen die gebruikt worden voor groot belang. Links is er sprake van een zogenaamd all-inclusive model. Dus de content zit erin, de didactiek, de begeleiding en de tentaminering. Rechts is er sprake, Robert noemde dat eventjes, van een bundeling van content, leerdiensten en tentaminering die door clubs als Pearson en andere organisaties wordt gedaan. Links staat de lerende centraal, rechts de docent centraal, althans zeker bij de X-MOOCs. Links zou je kunnen zeggen is de focus op formeel leren, rechts is de focus meer op informeel leren, hoewel de brug natuurlijk naar formeel leren ook wordt geslagen daar. Rechts is begonnen met het internet uiteraard, dat kon niet anders, het was online. Links was al lang voordat internet er was gestart met correspondence education. De basis van de linkerkolom ligt in wat we noemen de klassieke openheid. Dingen als vrijheid van tijd, plaats en tempo, open programmering. Robert noemde dat al eventjes in zijn presentatie. En rechts natuurlijk de digitale openheid, open courseware, de 4R's en dergelijke zijn daar centraal. Rechts, vooralsnog moet ik erbij zeggen, vooral gericht op de afzonderlijke cursus. Links eigenlijk heel erg uit op volledige curricula, volledige programma's. Rechts gratis, maar toch is er een zoektocht naar een businessmodel. Timo heeft daar denk ik een goede presentatie over gegeven, maar we zijn er nog lang niet. Er valt nog veel aan te ontdekken naar mijn gevoel. Links, sommige delen zijn gratis van de content. De Britse OU heeft een prima programma, maar realiseer je dat 5% van alle content van de Britse OU nog maar gratis is. De rest niet, 95% dus niet gratis. Voor de Nederlandse OU geldt iets soortgelijks. We hebben een interessant pakket aan vrije cursussen, maar dat is heel beperkt. Dus ook wij zijn op zoek naar een business model. Nou, dan is er natuurlijk, als je dit verhaal hoort, dan moet er een respons van die OU's zijn op dat hele, die hele beweging van de MOOCs. José vroeg daar eigenlijk al even naar straks. En wat je ziet is dat er een context is in Europa, die wil ik hier even kort schetsen. En in die context hebben wij een initiatief genomen wat wij zeer binnenkort zullen lanceren. Nou, de context is als volgt. In juli 2012 was er een expert meeting, ik was er ook bij betrokken, met de mensen van de Europese Commissie, van Education and Culture,
om te kijken wat zou Europa kunnen doen met een heel nieuw initiatief dat heet Opening Up Education. Mensen die er meer van willen weten, die moeten vooral 13 maart naar de Open Education Week bijeenkomst komen, die SURF, de TU Delft en de OU organiseren. Daar kwam aan de orde dat de commissie heel graag wil zien dat er een antwoord komt, een alternatief komt voor de US Dominant MOOCs. En men kijkt erg naar de OU's, omdat de OU's wat dat betreft een specifieke positie innemen. September 2012 was de conferentie van de Europese Associatie van Distance Teaching Universities in Cyprus. En ik had het genoegen daar een keynote te mogen geven. En daar was ook onze commissaris voor onderwijs, Vassiliou. En ik heb daar gelanceerd om een Europese style MOOCs te gaan ontwikkelen en aanbieden. En tot mijn grote verbazing op het eind van de conferentie waren eigenlijk alle OU's daarvoor. Het ging heel snel. Een maandje later, twee maanden later, was er een zogenaamde scope-meeting van de Wereldorganisatie van OU's in Dubai. En daar had ik ook weer het plezier om iets te mogen vertellen. En daar heb ik gezegd, als we dat nou in Europa gaan doen, waarom zouden we niet ook dat op den duur, of misschien al heel snel, in Indonesië, in Zuid-Afrika en Canada, noem het maar op, doen. Positieve bijval. December vorig jaar was er een belangrijke bijeenkomst in Oslo. Dat was een bijeenkomst van de EU-ministers van Onderwijs. En die gingen met elkaar praten in een besloten conferentie van zo'n 80 mensen, waar alle landen vertegenwoordigd waren en 15 landen waren met hun bewindspersoon daar. Helaas kon Jet Bussemaker er nog niet bij zijn, want ze was net minister. Maar die bijeenkomst was belangrijk om te praten over dat nieuwe initiatief van Europa, Opening Up Education. En daar is ook weer dat initiatief van de OU's genoemd en werd ook toegejuicht. Nou, dan leidt dat uiteraard tot, als je dat zo allemaal roept en wil en denkt dat je dat kan realiseren, moet er ook wat gebeuren. Nou, we hebben een taskforce van de Europese Associatie van Distance Teaching Universities. Die heet OER en Open Education, dus die is veel breder ingericht dan alleen maar de MOOCs. Er is een actielijn afgesproken, die hier beschreven staat. En we gaan drie dingen doen. We zijn al drie dingen aan het doen, moet ik zeggen. Het eerste is dat we een snelle en pragmatische lancering willen realiseren van die European Style MOOCs. Door die partners die in staat zijn om dat te leveren. En de beoogde lancering is in maart en april. We dienen natuurlijk een EU-project in voor verdere verkenning en voor strategische afweging tussen al die partners. Dat moet donderdag ingeleverd zijn. En wij zetten de dialoog met Education and Culture voort. Ik wil maar zeggen dat dit is een voorbeeld van een Europees initiatief van de EATU. Er is veel voor te zeggen en ik weet dat de commissie daar eigenlijk op zit te wachten en daar gewoon initiatieven voor wil zien van Leru of de Coimbra Groep of andere Europese consortia van universiteiten waarbij je, anders dan dat je aansluit bij Coursera of bij edX, er is niks mis mee, maar anders dan dat zou je ook kunnen overwegen om Europees te gaan. Eventjes als suggestie hier tussendoor. Nou, wat doen we nou met die MOOCs? Wij bieden MOOCs aan in plaats van MOOCs. En MOOCs zijn Massive Open University Style Courses. En MOOCs, daar zijn 9 kenmerken voor gedefinieerd. En die ga ik nu even snel met jullie doornemen. Natuurlijk is er een grote doelgroep, zoals ook bij de MOOCs. Dat betekent dat we ons vooral richten op bachelorcursussen. Wij combineren die klassieke OU-openheid met de digitale openheid. En wij streven naar, zoals ook Delft duidelijk nastreeft, naar Creative Commons licensing. De cursusomvang drukken wij graag uit, omdat we in Europa zitten, in European credits. Hoeveel tijd kost zo'n cursus nou eigenlijk? En dat heeft ook te maken met de certificering die je zou willen bieden. De cursussen zijn meer gericht op de lerende dan op de docent. En zoals van ons verwacht kan worden als OU's, is het ontwerp heel erg gericht op de zelflerende. Zelfstudie staat centraal. En dat is een ander aspect dan dat je als het ware de kennis over je heen gegoten krijgt door een docent. De learning materials, de leermaterialen zijn all-inclusive, dus wat ik straks al uitlegde. En van hoge kwaliteit, alles zit erin. En uiteraard, zoals je van de instelling kunt verwachten, is er sprake van een robuust quality assurance proces. Multimedia in het algemeen, niet alleen maar teksten en niet alleen maar video.
maar van beide graag. En dan een belangrijk aspect voor het Europese initiatief is, er worden natuurlijk veel meer talen gebruikt. Engels is mooi, maar het is ook handig om Spaans en Portugees en Italiaans en Nederlands en Russisch en dergelijke te gebruiken. Bovendien zijn de contexten anders. Het probleem met de Amerikaanse initiatieven is dat men denkt de hele wereld te kunnen veroveren. De waarheid zal anders zijn. Afrika zit niet te wachten op content uit alleen maar de Verenigde Staten. Waarom niet? Omdat de culturele context totaal anders is daar. Dus er zit een zekere misvatting, denk ik, in de mogelijkheid om 1 miljard studenten te bereiken met edX. Ik geloof daar niet in, eerlijk gezegd. Culturele context, taal, is bijzonder belangrijk. Nou, dan is er natuurlijk een free learning network. En er zal een mogelijkheid zijn, in veel gevallen, niet in alle gevallen, tot de certificering door de instelling die de cursus ook verzorgt. Dus wat MIT niet doet, doen de OU's uiteraard wel. Nou, de status is als volgt. Alle gevestigde OU's in Europa doen mee. Ook de Britse OU, die in Future Learn participeert, hebben besloten om ook hier uiteraard in het Europese initiatief mee te doen. Behalve de Verenigde Unie, maar de Duitsers hebben altijd een probleem, zeg maar, met hele nieuwe dingen. Dus die aarzelen nog wat. Maar wie weet over een jaar dat ze wel gaan meedoen. En de Barcelonese WOC heeft een probleem dat de rector gewisseld wordt. Dus de strategie is in beweging. Maar ze willen eigenlijk graag, maar moeten even kijken of het echt kan. Dus, en voor de rest doet iedereen mee. Dus de Britten doen mee, de Portugezen, de Spanjaarden, de Italianen, de Nederlanders uiteraard, wij doen zelf mee. En er zijn een aantal associaties die ook meedoen. Associaties van reguliere universiteiten die met elkaar ook open afstandsonderwijs verzorgen. Dan doet het Franse ministerie mee, vandaar dat we niet OU-courses doen, maar OU-style-courses. Want het Franse ministerie is zeker geen open universiteit. Maar die hebben een prachtige cursus op het gebied van e-skills, die volstrekt voldoet aan alle kenmerken. En die wordt ook geleverd in het Frans, is al beschikbaar. Dan zijn er ook OU's al buiten de EU die meedoen. Meegaan doen, moet ik zeggen, want we zijn nog niet helemaal klaar. Israël heeft 4 cursussen in de maak. Turkije, Rusland en Canada. Nogmaals, we gaan in maart, april lanceren. In verschillende Europese landen. En het portaal wat we dan klaar hebben staan is heel eenvoudig. Namelijk vooral disseminatie, communicatie over waar vind je die MOOCs. En waar gaan ze over? En die 9 kenmerken, waar voldoen die MOOCs dan aan als het gaat om die 9 kenmerken. We hebben geen behoefte aan een eigen portaal waarin, zeg maar, de operatie wordt ondersteund. De OU's zijn natuurlijk van oudsher, hebben gewoon een online platform wat goed werkt. Dus daar kunnen we in feite allemaal gebruik van maken. Dus de instellingen gebruiken een eigen platform. Het enige platform wat wij nodig hebben is een platform van communicatie over. En dan is dat het eind van mijn presentatie.